Yo, mensen van Another Gaming, welkom bij vandaag weer een nieuwe video hier op mijn kanaal Another Gaming. Vandaag hebben wij een wat apartere video. Het is eigenlijk een trailer review van de nieuwe Forza Horizon 5. Voor de mensen die hem nog niet hebben gezien, ik ga hem even reviewen voor jullie. Zelf heb ik niet Forza Horizon 4 gespeeld, maar ik ben zeker van plan om Forza Horizon 5 te spelen. Dus laten we de trailer zien. Ik heb al een klein beetje sneak peeks gezien hier en daar, maar ik heb de trainer zelf nog niet helemaal geluisterd. Dus ik denk dat we hem even gaan bekijken. En dan zeg ik, let's go. Everybody talk right now. Tell me what you want right now. You could get it. Yeah. Well, you can get it. Yeah. Yeah, you can get it. Holy shit, wat was deze trailer ziek? Ja, dit is echt een top trailer. Vind ik zelf echt heel ziek. Ook de editor die erin zit is echt wel mooi. Er komt nog een competitive aan van deze. Het is eigenlijk een versus. En er komt nog wel een versus aan. En dat is dan Test Drive Unlimited 3 Solar Crown. Die komt eraan. Maar ook krijgen we F1 2021. Dus er is wel wat. Ja, competitie tussen de games. Ik hoop dat Forza Horizon 5 open world wordt. Dat betekent dat je overal in kan en dingen kan kopen en dat soort dingen. Niet alleen auto's, maar ook huizen. Wat ze eigenlijk in Forza Horizon 4 ook hadden. Een beetje een soort van The Crew-achtig. Ook even bij toevoegen. Niet dat die Nitro en dat soort dingen, maar gewoon puur. Hou het lekker old school, hou het lekker chill. Zelf heb ik nooit Forza Horizon 4 gespeeld. Maar van de mensen die ik weet die het hebben gespeeld, zeggen het is alle een hele zieke game. Nou verwacht ik heel veel van Forza Horizon 5 in ieder geval. Ook verwacht ik heel veel van de nieuwe Solar Crown. De release date weet ik niet precies. Deze release date, die zou. Dat is een beetje terugspoelen volgens mij in de trailer. Even kijken. Nou, november de 9e, dat is dit jaar, dus 9 november 2021. Dan is deze available, dan is deze, kan je niet meer pre-orderen. Sommige mensen hebben volgens mij Forza Horizon 5 al, maar dat zijn bijvoorbeeld hele grote YouTubers en dat soort dingen die de game een beetje public maken en die bugs proberen te vinden en dat soort dingen. Ja, voor de rest, ik vind het een hele zieke game. Niks meer over te zeggen. Ik kan niet wachten tot F21 ook uitkomt. En ook Solar Crown uitkomt. Het zijn allemaal hele zieke games. Je moet ook nagaan. We zitten nu op 2021. De technologie is allemaal anders. Mensen maken ziekere dingen. Veel ziekere. En als ik Forza Horizon 5 ga halen. Wat de kans wel groot aan is. Dan gaan we zeker ook in 2K of in 4K spelen.
Dus daar gaan we ook echt letterlijk de shaders uittesten. Gaan we alle, gaan we met PC helemaal pushen tot de limieten. Dus dat wordt echt, 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 echt heel ziek. Oké, voor de mensen die hebben genoten van deze video. Ik dank jullie hartelijk. En drop zeker even een like. Abonneer voor meer. En dan zie ik jullie tot de volgende keer. Doei doei!